allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag echt een super warme dag. Het wordt vandaag geloof ik echt 30 graden en ik voel het gewoon nu al. Vandaag ben ik er weer een keertje met een shoplogje. Dat is best wel lang geleden, maar ik heb echt best wel wat leuke dingetjes gekocht. Weer wat zomerkleding. Ik ben een beetje verslaafd aan shoppen. Ik heb veel te veel kleding, mijn kast pijlt uit. Maar ik blijf gewoon steeds nieuwe dingen willen kopen. En ik dacht misschien is het ook wel leuk om aan het einde van deze video te laten zien hoe ik de kledingstukken draag. Hoe ik ze dus stijl. Dat leek me wel heel erg leuk. Dus dat kan je ook zien aan het einde van deze video. Dus ik hoop dat jullie er een beetje zin in hebben. En ja, laten we dan maar snel gaan beginnen. De allereerste winkel waar ik was geweest was natuurlijk de Brandy Melville. Wanneer ook niet. Jullie weten dat ik heel erg van die winkel hou. En ja, het is echt wel een van mijn lievelingswinkels. En ik scoorde er eigenlijk wel vrijwel altijd. Het eerste item heb ik al gedragen. Maar ik ben er echt mega blij mee. Er zitten ook echt gewoon allemaal haren in. Dat is namelijk deze scrunchie. Ik wilde dit al heel erg lang hebben. Toen was ik bij de Brandy. En ze hadden daar echt super leuke. En ja, toen heb ik het gekocht. Ze hadden echt heel veel verschillende soorten en kleurtjes. En ja, uiteindelijk heb ik gewoon voor deze gekozen. En ik ben hier echt super blij mee. Het is super leuk om dit in te doen met een hoge staart. Of half opgestoken. Of met een knot. Ja, I like it. Het geeft gewoon echt een heel leuk. Ja, het is gewoon heel leuk. I don't know. En dit kostte 3 euro. En ik ben er echt super blij mee. Ik ga deze sowieso echt heel vaak dragen. Zeker nu in de zomer. Het volgende item wat ik bij de Brandy Melville heb gekocht is dit super leuke shirt. Toen ik hem zag was ik eigenlijk echt gelijk verliefd. Ik dacht, ja, deze moet ik hebben. Dit is echt helemaal me and I like. En ja, ik heb hem dus ook gewoon gekocht. Ik heb meerdere van dit soort t-shirts van de Brandy. Allemaal met andere printjes. Maar ik vind ze gewoon super leuk. Ze zitten heel erg lekker. Ze zijn lekker oversized, wat ik super chill vind. En je kan ze gewoon op heel veel verschillende manieren dragen. Dus ik ben hier echt super blij mee. Ik vind de printer op ook echt super leuk met die bloem. Deze die kostte 21 euro. Dan heb ik nog iets gekocht, maar dat draag ik nu. Dat is namelijk nieuwe oorbel in mijn tweede gaatje. Ik vond deze gewoon heel erg cute. En ik vind het gewoon heel leuk om in mijn tweede gaatje gewoon een simpele oorbel te dragen. En dan in mijn eerste gaatje vaak een ringetje of weet ik het wat. Ja, ik vond deze gewoon heel erg leuk. Dus die heb ik gekocht en daar ben ik echt super blij mee. En hij kostte 4 euro. Dan gaan we verder met Primark. En ik moet zeggen dat Primark echt een hele leuke collectie op dit moment heeft. Ik vind echt dat ze hele leuke items in de winkel hebben hangen. Dus ik zou zeggen, ga vooral even een kijkje nemen, want het is echt heel erg leuk. Laten we beginnen met deze bikini top. Ik zag deze hangen en ik dacht echt, oh, deze moet ik gewoon hebben. Ik vind hem zo super leuk en schattig. Ik ben er echt intens blij mee. Ja, ik ben sowieso een beetje bikini verslaafd. Ik wil elke keer weer nieuwe en het is heel irritant eigenlijk, want ik heb gewoon veel te veel bikinis. Maar ik vind het gewoon echt heel erg leuk om nieuwe te kopen elke keer. Maar goed, hier zat ook een broekje bij, maar die vond ik niet zo mooi staan bij mij. Dus toen heb ik besloten om alleen een topje te kopen. Ik heb genoeg andere broekjes waar ik het mee kan combineren, dus dat komt helemaal goed. Dan bij de Primark heb ik ook nog deze top gekocht. Dit is zeg maar zo'n top die je hier kan vastknopen en hij is best wel kort. En ja, ik vond het printje gewoon echt heel erg mooi. Ik hou sowieso heel erg van bloemetjes. Dat draag ik best wel veel. En ik vond de mouwen ook heel leuk. Want die lopen wat wijder uit. Dus ja, ik was echt best wel verliefd op deze. Hij is wel heel erg kort. Dus je moet hem wel echt met een high-waist broek dragen. Of een rokje of iets. Maar ja, dat draag ik toch bijna alleen maar. Dus dat komt wel goed. En deze die kostte 11 euro. Volgende item had ik al een keertje eerder gepast in de winkel. Maar toen twijfelde ik net even iets te veel om of ik hem moest kopen. Maar nu had ik hem weer aan en ik dacht van ja, ik vind hem eigenlijk zo leuk. Dus nu heb ik hem alsnog gekocht. En dat is deze top. Ik vind hem gewoon echt heel erg leuk. De kleur is echt heel nice. En ik hou echt van dit soort tube tops. Ik vind het gewoon echt heel erg tof. En hij kost ook echt maar 4 euro. Dus ja, dat is natuurlijk geen geld. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Dan heb ik bij de Primark ook nog een nieuwe jeans gekocht. Want ze hebben dus nu jeans bij de Primark. En die zijn echt oprecht zo chill. Het is super goede kwaliteit. En ze zitten super mooi. Dat zijn namelijk deze straight high waist jeans. Nou, ik heb deze dus gekocht. Echt, deze die zitten zo super top. Het is echt heel erg chill. Het is een beetje, ja, mom jeans vibe.
En dan loopt het onder wat wijder uit. Maar het zit zo chill. En het is ook echt oprecht hele goede kwaliteit. Daar was ik echt over verbaasd. Want meestal vind ik de broeken van de Primark gewoon echt niet mooi zitten. En gewoon niet wat het moet zijn, zeg maar. Maar deze is echt heel erg chill. Hij kostte 17 euro. Dus dat valt ook reuze mee voor een goede broek. Dus ja, hier ben ik heel blij mee. Dan heb ik bij de Primark ook nog deze nippelstickers gekocht. Want die komen altijd van pas. En ja, die kan ik wel nog snel een keertje gebruiken, denk ik. En die waren 2,50. En dan heb ik bij de Primark ook nog een nieuwe zonnebril gekocht. En zo'n zonnebril had ik echt al heel lang op mijn verlanglijstje staan. Maar ik had gewoon nog steeds niet de perfecte gevonden. En toen deed ik deze op. Toen dacht ik, ja, dit is hem. I mean, hello. Nou, ik vind hem helemaal top. Ik zocht dit al super lang, maar het was gewoon steeds niet mijn model. En deze is dat wel. En deze bril, die was 3 euro. Dan het allerlaatste item. Die heb ik bij de H&M gekocht. Ik was bijna vergeten te laten zien. Een wrap dress. En dit jurkje had ik ook aan in de video die ik met mijn moeder heb opgenomen. Dat mijn moeder kleding voor mij kocht. Alleen toen had ik hem net in een andere kleur aan. Maar die is dus zeg maar overal uitverkocht. Die moest ik een maatje groter hebben. Dus toen heb ik uiteindelijk gewoon voor deze gekozen. Want het is hetzelfde jurkje, alleen het printje is net even anders. Maar het printje is eigenlijk ook gewoon heel erg leuk bij deze. Dus ja, daar ben ik ook heel erg blij mee. Dan waren dit alle items die ik heb gekocht. Ik ben er super, super blij mee. Ik wil jullie alvast heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En laten we dan nu nog eventjes kijken hoe ik de items stijl.